Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Starbucks ijskoffie. Deliciously chilled iced coffee. Lieve mensen, mijn naam is Maradoni. Welkom bij Statements. Hey lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Statements. Met de enige echte. Hoe gaat het met je, Amber? Ja, goed met jou. Ja, met mij gaat het top. Mooi. Willy, hoe gaat het met jou? Ja, ik vind dit geen begin, jongens. Sorry, dan pak hem nog één keer op, want dit gaat niet werken. Leuk dat je weer kijkt naar Statements. Statements. We zijn hier met de enige echte... Koning Toto! Hey. Goedemiddag, goedenavond, goedenochtend. Hoe is het met je? Met mij gaat het perfect en met ja? jou? Ja, zo zie je er ook uit. Dankjewel. Je straalt is dat helemaal. Een compliment? Ja, zeker. Ik krijg vrijwel nooit complimenten, dus deze is wel schat. Voor mij wel. Dankjewel. Ik heb het gevoel dat we echt een paar hele gekke dingen gaan horen van jou. Vandaag. Ik denk het ook, man. Ja, ik ben met jou en dan ben ik goed in de olie. Jezus. Ik zou de tijd graag terug willen draaien. Ja, als ik de tijd graag zou terug willen draaien... Ik ben niet die guy, man. Ik leef in het moment. Je kan me altijd achteraf lullen van, ik had het zo en zo gedaan. Maar dat is het mooie aan het leven. Je kan uiteindelijk je aanpassingen plegen, snap je? De tijd draait met de klok mee en het draait niet met de klok achteruit, toch? Zeker nee, precies, waar. Precies. Oh, dat shit. Is heel mooi gezegd. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Dat kan Johan Cruijff nog wat van leren. Ja, dat is het wel, toch? Ja. Ik zou de tijd wel terug willen draaien, man. Voor wat dan? Als ik gewoon om money te getten, dus stel je voor... Ja, maar ja, oké, dan luister, maar dan, ja, maar dan word je zeg maar slaaf van je eigen money, toch? Snap wat ik bedoel? Ja, zou ik ook willen zijn. Ja, ik niet, man. Als je slaaf van je eigen money bent, dan wil je eigenlijk alles doen om money te maken, maar dan wil je het niet uitgeven. Ja, nee, ik wil het wel heel graag uitgeven, dat sowieso. Ja, dat ik niet, man. Zou je de tijd terug willen draaien om die Koning Toto reclame toch nog te doen? Ja. Hij was ook gevraagd, hè? Ja, ik weet het, man. In de wandelgangen, dan hoor je als Koning Toto zijn ook zulke dingen, zeg maar. Ja, precies. Daar zou ik de tijd niet voor terug willen draaien, want dat is gewoon een klus. Voor geld. En die zijn er altijd wel. Dat weet jij. Jij weet van klussen, man. Ja, maar je ziet zij dat... Zij is ook op de money, hè? Je ziet klus, dat Dorrie nu om zijn pols heeft. Mijn pols is wel licht, hè? Ja. Jongen, ja. Krijg jij geld voor Toto? Jij niet? Doe het gewoon verrijskostenvergoeding met de appel, man. Ja. Hier, die camera. Zeg ze. Bedankt voor de appel, man. Ik hoor ook dat er nu geld in het spel is. Dus bel mij even. Dankjewel. Ik kan goed tegen een kater. Ik kan helemaal niet tegen een kater. Drugskaters, daar kan ik wel goed tegen, maar alcoholkaters. Mijn lichaam kan er gewoon niet tegen. Ja. Ik weet nog wel, toen echt een zeg maar, x aantal jaar geleden, toen mocht ik het voorprogramma van jullie doen bij de jeugd, toch? Maar ik was echt een gemotiveerde guy, van ik was nog drukker dan nu. Maar hij had volgens mij ook gesopen over een kater, zeg maar. Toen hadden we bijna fitty gehad. Echt? Hebben wij bijna gevochten? Ja, man. Ik zou wel gek gevecht zijn, maar geld die overal vallen. Jij was bezig met die sample programma van je, met het kleine programmaatje, ging je beats maken. Ja. En toen bleef ik doorgaan, Billy. En toen bij hem beuken, man. Ja, maar je was altijd zo onzeker. Maar dat mag niet op de camera waarschijnlijk, toch? Want dan denken mensen dat je een slecht persoon bent. Nee, mag zeker wel. Ze mogen weten dat ze weten het al. Ja, ik was altijd wel vervelend, joh. Ja, wat is er gebeurd? Want je bent niet meer zo vervelend. Je was onzeker of zo. Wat ja, ik maak money nu, toch? Dat is het echt, hè? Gefeliciteerd, man. Natuurlijk is dat het niet. Ja, luister, grap. Je wordt ouder. Ik word vader. Snap je? Dan moet ik ook die kleine gaan meegeven van het leven is niet onzeker zijn, toch? Dat vind ik helemaal mooi. Het mooiste in het leven is jezelf zijn. Zeker. Is dat makkelijk of moeilijk? Luister, ik ben Olympisch kampioen open deur intrappen, vriend. Dat is wel wat het is. Dan ben je wel de beste van de wereld. Ja, man. Ik denk als echt een Olympische tak van sport zou zijn, dat ik zou regeren gewoon 5, 6, 7 keer Olympisch goud achter elkaar. Is moeilijk hoor, want het is om de 4 jaar. Maar nou, man. Oké. Okay. Je kan dit blijven doen tot dat je... Ja, nee, dat is waar. Fucking oud bent. Ik bedoel van, kijk naar jou toch? Ja. Zeker. Ja. Dankjewel. Ik kan ook wel een beetje energie gebruiken met die kater. Ja? Dat is toevallig. Wat is dit? Een blauw arm met daarin een blikje double shot espresso van de Starbucks. Ja, als ik dan double shot espresso moet drinken, dan drink ik het liefst die van de Starbucks. Laat maar zien. Het is zo lekker dat ik het even daar neer ga zetten. Doe het wel met het labeltje naar voren, ja? Zeker. Dat mensen niet vergeten wat het is. Houd het in je hand gewoon zo, met het logo zo recht vooruit. Ja. Starbucks in beeld. Ik zou mijn kind opvoeden zoals ik zelf ben opgevoed. Uiteraard
ik hoop gewoon dat hij net zoals mij wordt, weet je. Ik bedoel, ik heb wel af en toe een conversatie met mijn vriendin, die vrij schaars zijn natuurlijk, want ik ben altijd weg. Maar als ik er dan eenmaal ben, dan zeg ik altijd van, joh, hij moet wel mijn accent krijgen, weet je. Ik wil wel echt dat hij mijn accent krijgt. Ja? Ik ben vrij simpel. Hij moet mijn accent krijgen, man. En ja, hij gaat gewoon vrij worden opgevoed. Ik probeer hem wel zo lang mogelijk uit de handen te houden van personen als Willy, Jeo en Freddy. Maar toen ik met hun in aanraking kwam, toen werd ik helemaal verpest, zeg maar. Ja. Want het zijn door ons zo. Maak je nu geld, hou je bek, man. Luister. We hebben je een hele carrière gegeven, hou je bek, man. Willy zei, van wij hebben een monster gecreëerd. Dat zei je vroeger toch al. Ja, is dat zo. Wij hebben die gek gecreëerd. Ja, wij hebben jou gemaakt. Natuurlijk zou ik hem opvoeden zoals ik ben opgevoed. Ja, want jij hebt een heel goede opvoeding gehad. Ja. Je liegt, man. Je hebt ook issues met je vader. Wat er? Wat er? Heb ik een vader überhaupt? Ja, precies. Zie je, daarom. Ik ben toch gekomen uit die ooievaar, zo. Ik ben toch gevallen uit die ooievaar. Mijn moeder zei altijd van de ooievaar die kwam langs en we hebben je aangepakt. Dus ik denk dat mijn vader de ooievaar is. Dat kan wel verklaren van waarom hij direct weer weg was, toch, naar die geboorte. Ja. Hij moest weer verder fladderen, toch? Hij had de volgende hossel. Ja, precies. Hij moest monniken. Ja, natuurlijk. Maar ik ben wel inderdaad, kijk, ik heb nooit echt... Zoals André Hazes mooi zei, de warmte van een verwarmingsbout gaat van mijn vader, snap je? Dus die ga ik hem wel willen geven. Ik bedoel, luister, ik heb nooit leren scheren door mijn vader. Ik heb alleen eigenlijk geleerd wat de belastingdienst door hem, zeg maar. Want daar had hij het altijd over, maar voor de rest niet. Vind je dan extra leuk dat je een zoon krijgt? Tuurlijk. Ik vind het mooi dat ik een zoon krijg, man. Ik had hem ook gewoon een appje gestuurd, man. Want ik app hem altijd bij het WK voetbal. En dan zegt hij, yeah, fantastic job. En dan, toen ik een zoon kreeg, zei hij, congratulations, very happy for you. Toen zei hij van, you were gonna be a grandpa. Zei hij, yeah, I know. Denk ik, ja toch. Prima dan, toch? Ja, yeah, I know. Mooi, toch? Maar ik ga wel binnenkort langs naar Zweden. In een roze Chevrolet als Johnny Vlodder open dakje. En zelf aan met een kind ernaast. Tuurlijk. Ja, op zijn uit. Even stunten op die dingen. Grote sitbear dat hond gewoon de pers op. Stunten? Nee, maar gewoon praten met hem, toch? Ja. Look at your son. Look at your... Nee. Grandson. Grandson, tuurlijk. Grandson, G. Look at your kleinson. Grandson. Nee. Als er één les is wat je nu zeg maar moet opnoemen die je zoon echt wil meegeven, wat is dat dan? De taal van Monique heeft geen correcte spelling. Laat je niet... Ik wil op een tegeltje. Nee, luister, kijk, laat je... Ik bedoel te zeggen van... Laat je zeg maar niet... Kijk, je hoeft niet per se mee te doen met het normale leven, wat normaal is voor iedereen, om succesvol te zijn in jouw leven. Kijk, het is niet gerelateerd aan bepaalde dingen. Het gaat gewoon, ben jij een lief persoon? Ben je aardig voor je mensen? Daar gaat het eigenlijk om. Dat vind ik echt een hele goede les. Ik hoop dat hij gewoon als hij 3 jaar is of 4 jaar, die dan naar de schoolmeester gaat en die mensen die legt hem het uit. Dat hij zegt, nee grap, is niet zo, want mijn papa zegt dat je kan hosselen als je daar en daar bent. Dat wil ik echt zien. Mijn vader zegt dat ik moet hosselen. Mijn vader zegt dat ik hosselen. Meester, waarom hossel je niet? Zo verkoopt hij koffie in de wandelgangen bij de meester. Hij moet hosselen, grap. Love it. Nee, echt heel nice. Ik ben nu sowieso niet mijn kind aan het opvoeden zoals ik zelf ben opgevoed. Maar dat is ook best wel makkelijk, want ik ben geen drugsverslaafde. Dus ik ben er gewoon bij en ik kan gewoon zeggen. Ja, man. Ja. Maar jij hebt het ook best wel moeilijk gehad, toch? Ja, zeker, man. Maar ja, iedereen heeft het moeilijk. Iedereen heeft een verhaal, toch? En we zijn nu hier, dus ik ga niet zielig doen. Toch? Ik heb al jaren genoeg zielig gedaan. Dus ik ben nu wel weer stoer. Ja. We hebben genoeg gehuild. En ik ook, want Marco en Petra zijn de allerbeste ouders ever. Wie zijn Marco en Petra? Mijn ouders. Oh, dat gewoon rijden mensen die hier. Ik zou een goede minister-president zijn. Ik denk dat jij wel een goede minister-president zou zijn. Ik stem sowieso op jou. Luister, ik ga binnenkort sowieso mijn eigen partij oprichten. De Partij voor de Mensen in Designen, weet je wel. In Designen? Iedereen verdient een merrie op de blok en een maand inkomen van 6 kop. Ik zie wel hoe dat gaat met de inflatie en zo, dat regel ik allemaal wel. Als je wordt geboren, dan krijg je je rolie met je initialen en met je geboortedatum. En dat je klaar. Is sick. Dat is sick. Ja, wat zou je als eerste, wat is het eerste wat helemaal anders zou zijn? Wat zou je meteen veranderen? Ik zou sowieso ook denk groente en fruit gratis maken en zo. Kijk, nu zeg je goede dingen. Snap je? Dat zou ik als eerste doen. Ja, ik zou denk ik mezelf ook inkopen bij het Koningshuis. Dat ik zeg maar gewoon 10% in het Koningshuis zit. En als ik daar weg ben, dan heb ik gewoon... Ja, snap je? Dan kan ik blijven chillen. Dat je Koningshuisbuurman nog pakt. Ja, man. Ja, dat ik het liedje schrijf voor het... Nee, man. Ja. Ik maak een nieuwe volkslied, grap. Ja. Oh, ja. Samen met jou, grap. En dat wordt elke keer gespeeld, 4 jaar lang. Willem, als je kijkt, laat mijn kinderen spelen met jouw kinderen, je weet toch. Ja. Laat ze goed opgroeien, gun ze iets, je weet toch. Het zijn leuke kinderen. Hey, Willem heeft een baard nu toch? Hij begrijpt ons. Ja man, hij is erbij, man. Hij is erbij, man. Oh, hij heeft het van jou misschien wel. Ja, waarschijnlijk. Je weet het niet. Weet je wat wel is van wij, kijk, Willem en ik, die zijn elkaar, denk ik wel van, als we elkaar zien, van dat we even die duim omhoog doen als zeg maar mensen die ook rijden in een bus of zo. Ja, snap je klaar? We zijn toch koningen, weet je, van, we begrijpen dat
koningschap. Snap je? En jij, wanneer ga jij de politiek in? Wanneer ben jij eindelijk de baas? We hebben een vrouw nodig, man. Ja, ja, het maar is wel tijd. Doe het voor de vrouwen. Nee. Zie, het gaat niet over seks en je hebt geen mening erover. Nee, echt totaal geen mening. Doe het voor de vrouwen, seks, alleen seks en geld heb ik een mening over. Dit is echt, doet me helemaal niks. Nee? Gaat helemaal niks in ik me over. Ik zou het echt leuk vinden. Jij zou dus niet zeg maar de baas willen zijn over je eigen land. Nee. Ben je wel eens op een festival geweest? En dat je dan een bandje krijgt waarmee je op plekken kan komen waar andere mensen niet kunnen komen. Ja. Dat heb je dan van het land. Ja, maar het is niet mijn. Ik zou het niet. Het hoeft niet van mij. Dus het lijkt me op zich wel. Ja. Nee. Dit is wel wat mis is. Dit is wat er mis is aan de wereld. De goede mensen die willen geen macht. En de slechte mensen. Hey, ho, die willen iedereen het land uitsturen. Iedereen het land uit! Steeds moeten we maken, grap. Steeds meer naar het land. Steeds meer. Kijk hier. Huh? Wie is dat? Oh, zie je dat grote scherm? Oh, ik heb een guy binnen, man. Oh, Einde. Einde, dankjewel, man, Donnie. Yo, ik vond het een heel... Ik vond je qua energie een beetje laag, maar verder was je echt... De energie was laag? Ja, maar verder was je echt goed, man. Dankjewel, man. Hey. Dankjewel. Geef Amber even een hand en dan praat ik tegen ik mensen. Ik wil zoeken. Ja, dit is leuk, toch? Je wil meer van dit, toch? Precies. Jullie willen meer van dit, hè? Ik vind wel overigens dat Bram Krik het wel beter deed, man. Veel beter, veel beter. Shout-out. Bram Krik heeft meer humor dan jou. Ja, heeft. Had. Want hey. Hij is er niet meer hier. Is hij dood? Nee, hij is niet meer hier in dit programma. Nee, maar hij is nog wel op slam, hoor. Geen stress. Ik slam de deur dicht. Precies. Hey, volgende week moet je weer kijken. Dus Bram Krikken er niet, maar dan is Willy er en Amber. Want dan zie jij... Hoe Bram Krikken? Oh nee, hoe Willy dit. En Amber einde. Steeds meer. Dit zie je dan. Ik weet dat we zo tussen... was in Zwolle en te fietsen zo tussen flatgebouwen. En dan denk je zo... Boom! En dan zo... Alles bewoog zo, en zo, wow, het ging keihard. Het hebben we gewoon dagen achter elkaar. Ik heb de auto van mijn ouders meegenomen en zo midden in de nacht. En op de handrem gereden. En, helemaal. Op helemaal de handrem gereden? Ja, omdat ik snapte helemaal. Ik zat helemaal zo. Hij gaat super langzaam. Vonden jullie het nou een schitterende aflevering? Vergeet niet te commenten, te liken, te subscriben. En zouden jullie een koffertje willen winnen? Spijt me, gaat, dat kan niet, de ballen.